Hallo allemaal en welkom terug. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend 11 januari, 7 uur 's morgens. En dat is belachelijk vroeg. Nou, voor mij niet. Ik ben altijd vroeg op. Maar dit keer moest ik extra vroeg op, want mijn allerliefste dochter die moest vanmorgen om 7 uur in het weekend beginnen met werken. En dat was een hele uitdaging, maar wel gelukt. De jonge dame is onderweg naar werk. Ik ben als altijd diep onder de indruk en apetrots. Mijn naam is Fidioot en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Een burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Deze video is eigenlijk een soort follow-up op vorige video's. Ik weet niet hoeveel de gemiddelde kijker hiervan weet. Maar hier in Amsterdam zijn wij gezegend met een absoluut fantastische gemeenteraad. Die bestaat uit, weet ik niet, gillende apen en hysterische mensen die zuiver reactief kunnen bezig zijn. Feitelijk doen ze de hele dag niks. Een beetje op de grond poepen. En dan gooien ze die poep, weet ik niet, tegen het behang aan. En dat noem je dan het besturen van de stad. En zodra er dan ergens een akkefietje is, dan wordt er gekeken naar hoeveel hashtag ophef erover is. En dan krijg je al die pratende poppen op televisie en in andere media. Laatste gênante vertoning is het vuurwerkverbod. De schade en overlast door vuurwerk was dit jaar 500.000 euro. Nu.nl probeerde daar een 500.000 euro van te maken. Want een miljoen klinkt natuurlijk indrukwekkender dan 100.000. 500.000 euro, lieve mensen, is helemaal niks voor de gemeente van Amsterdam. En mevrouw de burgemeester weet daar het een en ander van. Een groot concert van de Rolling Stones in de Arena. Een Europa Cup wedstrijd in de Arena. Koningsdag. Andere grote muziekfestivals. Dat kost allemaal een beetje meer. En levert ook wat meer overlast op. En breekt mij de bek niet over de Pride Week hier in Amsterdam. Waar miljoenen extra toeristen op afkomen. Ik heb er echt een beetje van moeten huilen. Verbieden. En we gaan door met dat verbieden. Ik heb vandaag fantastisch heugelijk nieuws. Dit is nu.nl. En dit artikel is niet van 11 januari. Ik had hem al een tijdje liggen. Maar hier staat meteorologen over de winter. Kansloze zaak. Of toch nog echt kou. Nou, daar komt het. Het paniekzaaien begint met de hooikoorts aan het kerstdiner. Oh, paniek in de tent. Louter temperaturen boven het vriespunt en geen vlokje sneeuw te bekennen. Komt er überhaupt nog een winter aan? Of slaan we die dit jaar helemaal over? De winter loopt officieel tot begin maart, dus we hebben nog even, nuanceert Raymond Klaassen van Weerdienst Weerplaza Meteen. En in het voorspellen van het weer kan je nooit iets uitsluiten, maar hij wijst geen enkel signaal op dat we de komende 2 maanden nog enige vorm van echt winterweer krijgen in Nederland. Voor winterse taferelen is er een oostelijke windstroom nodig. Daar komt het koude weer, zeg maar, vandaan. Uit het oosten. We hebben nu al langere tijd te maken. Met een zachte wind uit het zuidwesten legt hij uit. En dat verklaart de gemiddeld vrij hoge temperaturen van de laatste tijd. De 10
En 11 graden van vandaag, dat is maandag, dus afgelopen maandag. Het is ook echt een hele, hele zachte winter. Een bijna niet bestaande winter. Toen ik vroeger jong was, dat is dezelfde periode dat onze burgemeester vroeger jong was. Ja, toen moest je warm inpakken tijdens de winter. Je kon schaatsen op slootjes. Weet je wel, het werd -3, -4, -5. Maar dankzij global climate change, waar de Nederlandse overheid, net zoals alle andere overheden ter wereld, vrijwel geen ene ruk aan heeft gedaan en ook niet aan wil doen, want dat betekent dat je ruzie gaat krijgen met bedrijven als Shell. En dat is natuurlijk ondenkbaar. Dankzij global climate change hebben wij gewoon hele zachte winters en fantastische zomers. Onze zomers. Het wordt 35 graden in mijn huis. Het wordt zo vreselijk warm in huis dat we ons kind feitelijk uit huis moeten plaatsen, mevrouw de burgemeester. Het is, de temperatuur begint op te lopen vanaf mei. En vanaf juni tot en met augustus. Is het hier in huis niet harder. En het maakt niet uit of je een ventilator aanzet of alle ramen openzet. De warmte kruipt erin en je krijgt de warmte er niet meer uit. Dat is global climate change. Basically ben ik de hele zomer, als ik inpandig ben, gewoon spuug en spuug misselijk. Omdat ik echt bevangen raak door de hitte. En van de winter, ja god, ik loop nu rond op mijn gimpen. In een reguliere jas. Geen winterjas, want we hebben geen winters meer. De weerman van Weerplaza, die Raymond Klaassen, die is daar niet rouwig om. Die vindt dat prima. Hij zegt het ook. Ik ben geen groot fan van de winter, maar hij vindt het uiteraard wel vervelend dat hij voor de vele Nederlandse liefhebbers van schaatsen en sneeuwpoppen geen beter nieuws kan brengen. Het is dit jaar een kwestie van pech hebben. Ook meteoroloog Reinier van den Berg noemt een winter dit jaar een kansloze zaak. Oh jeetje, alle signalen wijzen erop dat we de opvallend zachte temperaturen gaan voortzetten. Misschien hebben we een keer na een koude nacht wat vorst aan de grond, maar meer gaat het denk ik niet worden tot de lente. Oh, oh, oh. Het is allemaal teleurstellend nieuws. Vreselijk, hè, mevrouw de burgemeester. De kans dat er deze winter in Nederland nog temperatuurkorten boven toe worden gebroken, acht hij klein. We hebben de afgelopen decennia wel vaker een zachte winter gehad. Dus die records die staan al heel scherp. Global climate change is natuurlijk al jaren gaande. Het is een feit. Het is niet meer iets wat we kunnen voorkomen. Het is iets... ik durf te beweren dat het zelfs iets is wat we niet meer kunnen mitigeren. Klimatoloog Rob van Dorland bij het KNMI ziet ook dat de winter nog ver te zoeken blijft, maar is terughoudender over de weersverwachting voor de rest van de winter. In de 14-daagse verwachting, wat wij de pluim noemen, zit nog geen echt winterweer. Jeetje. Ik word er depressief van. En het is geen winterdepressie. Wat zou het dan zijn? Een klimaatdepressie? Zou ik dat hebben? Verder kijken dan die 2 weken vooruit is niet goed mogelijk. Het zou dus kunnen zijn dat we nog een heel koude februari krijgen. Nou, laten we het hopen met z'n allen. Laten we het hopen, Rob. Volgens Van Dorland zijn er wel seizoensverwachtingen beschikbaar, maar hebben die voor Nederland weinig zin? Daar is het Nederlandse winterweer te variabel voor. Zo heb je het Engelse model, wat dat is weten we niet. Maar de betrouwbaarheid daarvan is zo laag, dat willen we niet. We idealiseren graag het winterplaatje. Klaassen en Van den Berg beklemtonen dat er niet per se een verband kan worden gelegd tussen het zachte winterweer van dit seizoen en de klimaatveranderingen. Ja, goed opletten. Global climate change, dat is niet de reden dat mijn huis 35 graden warm is. Iedere zomer. Dat heeft er niks mee te maken. En het feit dat we dit jaar geen winter hebben, of bijna geen winter hebben, of een extreem zachte winter hebben,
Dat ligt ook al niet aan global climate change. Het is gewoon een kwestie van pech hebben. Fantastisch. Ik ben blij dat dit soort hoogopgeleide mensen dat soort slimme dingen aan het zeggen zijn. Dan komt hij. Er zijn al patronen geweest waarin de winter soms strenger uitvalt en soms minder. We idealiseren graag het winterplaatje van witte kerst. Ik heb volgens mij, nou zeker sinds de geboorte van mijn dochter, nu 15 jaar geleden, geen enkele witte kerst meegemaakt. En weken achtereen schaatsen. Maar die winters waren ook in het verleden uitzonderlijk. Mensen lijken nu soms te denken dat het elk jaar weer raak was. Ja. Ik weet niet, had u witte kerst? De burgemeester Halsma komt uit de provincie. Die woonde in Enschede. Was het daar kouder dan in Amsterdam? Ik weet het niet, ik weet het niet. Dit bevestigt ook Van den Berg. Dit is een kwestie van wind die een lange tijd uit de verkeerde hoek komt, legt hij uit. Op andere plaatsen pakt het anders uit. Zo zijn er verschillende plekken in de VS waar de winter best pittig uitpakt, doordat de wind daar uit een andere hoek komt. Die situatie zal zich in Nederland ook in de toekomst, zal zich in Nederland in de toekomst ook nog, ook echt nog wel eens voordoen. Al is de kans wel kleiner dan vroeger. Nou, dan krijgen we hier het weerplaatje van deze week. En zoals we zien, ja, allemaal hoge temperaturen. Je kan gewoon je gimpen naar buiten en in je jas. Je hoeft geen muts op. Ik doe wel een sjaal om, omdat ik gewoon een hele mooie sjaal heb. En ik wil dat ding dragen. Winters worden steeds warmer. Nogmaals, dat komt niet door climate change. Dat is een kwestie van pech hebben. Het staat echter vast dat de winters op lange termijn steeds zachter worden als gevolg van klimaatsverandering. Oh, toch wel. Dus niet pech hebben. Van Dorland, de kans op een ijskoude periode neemt af, maar is niet onmogelijk. Indicatoren voor zo'n koude periode zijn onder meer een oostenwind, dat is de koude hoek, en de hoeveelheid sneeuwbedekking in Oost-Europa, aldus de klimatoloog. Nou, die sneeuwbedekking in Oost-Europa, sneeuw bij wintersport en bergtoppen en gletsjers en weet ik veel wat allemaal, dat neemt allemaal af vanwege global climate change. Maar ja, hier, het kan ook gewoon pech hebben zijn. En dan gaan we. Ook op dit moment is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, zegt Van Dorland. Op een gemiddelde januaridag is het normaal gesproken 3 graden. Daar zitten we nu ruim boven. Dat kunt u zien. Vandaag is het. We kunnen kijken hoe warm het vandaag is. Let op. Hey Google, what's the weather like today? Oké, nou, het is nu heel 's morgens vroeg, dus buiten voelt het nu als 1 graad Celsius. Maar het wordt vandaag tussen de 6 en 7 graden. Dus dat is opnieuw heel warm voor deze tijd van het jaar. Het is zeg maar het dubbele van het gemiddelde. Vergeleken met begin 20e eeuw ligt de gemiddelde wintertemperatuur nu 2 graden hoger. Daarbij schat het KNMI dat het in 2050 1 à 2 graden warmer zal zijn ten opzichte van eind vorige eeuw. De gemiddelde wintertemperatuur zal dan tussen de 1,1 en 2,7 graden hoger liggen dan nu. De temperatuur van de koudste winterdag in een seizoen gaat zelfs wat harder omhoog. Nou, dat is prachtig mooi. Waarom zoveel aandacht besteden aan dit artikel? Nou, de experts, KNMI, meteorologen, klimatologen, zijn het er allemaal over eens. We hebben geen winter meer. En wij zijn hier in Amsterdam gezegend met een hele activistische gemeenteraad. Op het moment dat er wat ophef is, dan worden dingen meteen verboden. Klaar, geen hondenshows meer. Dat mag niet, dat is verboden. Geen vuurwerk. Dat is verboden. Wat zeg je? Er is een koffieshop op 250 meter loopafstand van een schoolgebouw. Die koffieshop die moet dicht.
Heb jij goudvissen? Dat kan niet. Dat is dierenmishandeling. Die beesten willen niet in zo'n aquarium zitten. Verbieden. En wat ik voorstel, en de gemeenteraad is het met mij eens, is dat we de winter gaan verbieden. Let u op, burgemeester Halsema. Wij gaan de winter gaan we verbieden. Hier in Amsterdam gaan we werken met drie seizoenen. We gaan werken met lente, zomer en herfst. Ja. En wat we gaan doen is, we gaan de lente iets eerder laten beginnen. En iets langer laten doorlopen. We gaan de zomer iets later laten beginnen. En iets langer laten doorlopen. En de rest van het jaar is dan herfst. Ja, het woord winter mag nog wel gewoon gebruikt worden. Als je met vrienden, kennis aan het praten bent. Of weet ik veel, dat mag wel. Maar het woord winter gaan we dan als gemeente, iedereen die voor de Amsterdamse gemeente werkt, alle ambtenaren in Amsterdam, gaan dan ook stoppen met het gebruik van het woord winter. Want dat werkt alleen maar verwarrend. We gaan de winter gewoon verbieden, want die hebben we helemaal niet meer. En de kans dat dat komt is nul. Het is een kwestie van pech hebben. Maar wat we tevens gaan verbieden, is dit. Dit noem je snert. En wat is dat? Ja, een soort, ja, het is prut. Het is doperwtensoep met rookworst. En we weten natuurlijk allemaal dat de gemeente van Amsterdam alleen nog maar vegetarisch voedsel serveert. Een boterham met leverworst was al verboden. Want dat is dierenmishandeling. En de snert, die rookworst, ik wil niet kinderachtig doen, lieve mensen, maar zelfs als jij een ambachtelijke dure rookworst haalt, dat is nog steeds allemaal dierenmishandeling. Dus we gaan de winter gaan we verbieden. Het woordje winter zal nooit meer voorkomen in welke communicatie, van welke overheidsbeambte dan ook. Dus ook niet op scholen meer, weet je wel. Zo van, wat ga je doen deze winter? Of wintersport gaan we het ook niet meer noemen. Dat wordt herfstsport. En we gaan snert verbieden. Ik denk dat daar een hele hoop animo voor is. En dan zijn we in één keer van het gezeur af. Mevrouw Halsema, zou u mij een plezier willen doen en proberen om vooral niet kalm en rationeel en nuchter te blijven, zoals u bleef bij het vuurwerkverbod? Geloof me nou, er zijn een hele hoop van dat soort schreeuwende apen in de stopera die dolgraag de winter willen verbieden. Werk gewoon een beetje mee. Geef die apen hun zin. Het is een kwestie van pech hebben. Het is gewoon een kwestie van pech hebben. En laten we dan in Godes naam snert gaan verbieden in Amsterdam. Dus geen recepten voor snert meer. Geen snert in blik meer, weet je wel. Kappen met die handen. Geen snert meer bij schaatsbanen. Geen snert meer bij festivals. Die schrappen we. En we schrappen de winter. En dan zul je zien, dan wordt het leven gewoon een heel stuk beter voor alle Amsterdammers. Niet alleen de vermogende Amsterdammers en de elite die zo graag vuurwerk wil verbieden. Iedereen is hierbij gebaat. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Dank voor jullie aandacht. Tot de volgende keer.